Hallo, met Hans hier. Leuk dat je er terug bij bent. We gaan vandaag het tweede onderdeel van de belichtingsdriehoek bekijken, namelijk de sluitertijd. De sluitertijd komt er na het vorige filmpje van het diafragma. Mocht je dit nog niet gezien hebben, zal ik het even hierboven linken. Dan kan je hierop drukken om het even vooraf te bekijken. Volg mee mijn uitdaging om op 365 uur zoveel mogelijk van fotografie te leren. En abonneer je alvast hier beneden op mijn kanaal. Het zou leuk zijn als je dat doet. Dat motiveert me zeker om ermee verder te gaan. En mocht je al geabonneerd hebben, bedankt daarvoor voor het vertrouwen en de support. Doe ook even de meldingen aan van het kanaal. Zo ben je als eerste op de hoogte als er een nieuw filmpje uitkomt. In mijn quest van 365 uur zoveel mogelijk fotografie te leren. Oké, let's kick it for today. Wat is eigenlijk sluitertijd? Dat is de tijd dat het sluitergordijn openstaat en dat het licht dat door de lens valt op de sensor eigenlijk belichting geeft. Dus als je een lange sluitertijd hebt, dan heb je het gordijntje dat de sensor belicht nog niet afgesloten is. Een korte sluitertijd, dan gaat het gordijntje snel toe en dan is de sensor zeer kort belicht. Een langere sluitertijd wil ook zeggen dat het onderwerp wat je gaat fotograferen langer moet, stilstaan of niet bewegen, zodanig dat je een scherpe foto kan krijgen. Langs de andere kant, het is niet alleen het onderwerp dat moet stilstaan, het is ook de fotograaf erachter die zich in de juiste positie moet zetten om zijn camera stil te houden, want anders krijg je eigenlijk ook een wazig beeld. Niet door het object dat je fotografeert, maar door de houding die je zelf aanneemt. Nu, de houding en hoe kunnen we superscherpe of haarscherpe foto's nemen, dat gaan we bespreken in een volgend filmpje. Maar ik wil dit nu al aanhalen dat dat zeer belangrijk is. Ook belangrijk is met de sluitertijd, wat wil je bereiken? Wil je een haarscherpe foto? Dan zal het belangrijk zijn om een zo kort mogelijke sluitertijd te hebben, om ervoor te zorgen dat eigenlijk de bewegingen zoveel mogelijk weg zijn. Wil je een foto hebben die de beweging toont, dat er een wazig gedeelte is, dat je de actie ziet, dat je bijvoorbeeld een auto ziet en die rijdt voorbij en je ziet dat die eigenlijk een beetje uitgerokken is, dat die niet scherp is door de snelheid waaraan hij passeert, wat soms ook een natuurlijke reflecties van het oog, dat men zegt, oeps, het is gepasseerd, hoe snel is die gegaan? Ik heb het niet goed gezien. Nu, als je dat wil bereiken, dan ga je gaan werken met een langere sluitertijd. Een langere sluitertijd dat het object belicht is, hier zal het voorbij rijden en daardoor zal het ook wazig zijn, want het wordt in verschillende stappen op de foto waargenomen. Hoe kan je de sluitertijd nu instellen als prioriteit op je camera? Daarvoor heb je hier het wieltje bij de Canon en dan kan je kiezen voor TV. TV is de prioriteit van de belichtingsdriehoek dat gelegd wordt op de sluitertijd, shutter speed. De sluitertijd is in directe link met het diafragma en dus het diafragma zal automatisch ingesteld worden door de camera in functie van de sluitertijd die jij neemt. Belangrijk om hier te weten is, mocht de combinatie van de twee niet goed gaan, stel je hebt een heel hoge sluitertijd genomen of een zeer kleine sluitertijd, al gelijk, en het diafragma kan niet volgen en begint te pinken, dan ga je oftewel een onderbelichte of een overbelichte foto hebben als je dat niet gaat corrigeren. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het is niet dat je elke foto in elke lichtomstandigheid gaat kunnen trekken aan een 1/5000ste van een seconde bijvoorbeeld. De sluitertijd wordt bepaald in seconden, of beter gezegd in fracties van seconden. Je kan op je cameratoestel gaan kijken welke mogelijkheden van sluitertijd je hebt. We gaan eens even kijken. Deze gaat van een sluitertijd van 30 seconden. Dat wil dus zeggen dat je 30 seconden lang het onderwerp en de camera stil moet staan
voor hier eigenlijk een haarscherpe foto te krijgen. En zo kunnen we de sluitertijd naar 15 seconden en we kunnen eigenlijk gaan wat meest couranten is, zwaar onder de seconde gaan. Bijvoorbeeld, hier hebben we nu een 50ste van een seconde. We kunnen gaan naar een 250ste en dat gaat maar door. Tot hoe ver kan deze camera gaan in extremis? We zitten op 1 8000ste van een seconde. Dus op 1 8000ste van een seconde zal de foto genomen worden. In dat geval, als je de correcte belichting hebt, dan heb je een haarscherpe foto. Laten we de proef eens op de som nemen en een aantal foto's gaan nemen met verschillende sluitertijden. Waar ons hoofddoel ligt op de sluitertijd. Dus we gaan TV instellen als hoofddoel. En dan gaan we een keer bespreken wat die foto's eigenlijk als resultaat geven om een correcte sluitertijd te bepalen bij het effect dat we willen creëren. Oké, we zijn buiten voor de testopstelling. Dus we gaan aan een ISO van 100 trekken. En we gaan werken met eerste berekening van de sluitertijd. Dus ik ga op 18... Oh, even terug gaan. Ik ga op 18 mm gaan. Dus we gaan buiten hier de proef op de som nemen. Ik ga dit autootje laten rijden. Ik ga even nu de instelling nemen van mijn camera. Ik heb gefocust op het autootje, dus zodat hij scheef gesteld is. Nu heb ik de automatische focus afgezet naar een manuele focus, zodanig dat hij niet meer verandert. En ik ga met het autootje dat ik verbonden heb aan een touwtje. Die ga ik nu voorbij trekken. Hier heb ik een schaaltje gezet van mijn lens, van mijn objectief. Oh, dit is juist buiten beeld. En nu ga ik dezelfde weg zoeken. Zo, hier zijn we ook terug buiten beeld. Dus tussen dat en dat gaat mijn foto genomen worden. Waarmee begin ik? Mijn ISO gaan we op 100 zetten. Het is klaar buiten. En dan gaan we beginnen met een sluitertijd van 40. Dus ik zet prioriteit TV, sluitertijd. En nu zet ik het op 40. Dan gaan we eens kijken. Om alles te kunnen combineren, heb ik een automatische ontspanner genomen. Zodanig dat ik aan het autootje kan trekken terwijl ik de foto aan het nemen ben. We gaan eens kijken naar de resultaten. Hè. Nu gaan we de sluitertijd naar 1600 brengen. Om eens te kijken, nu zouden we een haarscherpe foto moeten hebben, ongeacht de snelheid. Oké, nu gaan we een poging nemen om zelf te springen. Dus ik ga me daar zetten. En dan gaan we ons eigenlijk een keer trekken. Met de sluitertijd van 100, 200, 300, 400 en zo gaan we maar op. Om te kijken waar dat we komen van een scherp beeld of een uitgesmeerd beeld. Let's kick it! Goed, de eerste foto die ik genomen heb, heb ik genomen met een sluitertijd van 1,40. Dus dit is de voorinstelling TV die ik gebruik heb als prioriteit. 1/40ste van een seconde. Automatisch gaat het diafragma door de body van de camera zelf bepaald worden.
Maar ik heb de ISO speed vastgezet op 100. Blijkbaar had ik hier nog een exposure compensatie negatief gezet van 2/3 van een stop. Dat ga ik bij de volgende corrigeren. Maar je ziet duidelijk dat op 1/40ste van een seconde het beeld wazig is. Dus je ziet duidelijk dat de wagen in beweging is. Nou, even naar de volgende foto. Dan zitten we ook op 1/40ste. De zon schijnt ondertussen, dus deze foto's zijn niet bewerkt, nabewerkt. Dan zien we duidelijk dat het diafragma nu op een 20 staat. Dus deze aanpassing heeft opnieuw de camera zelf gedaan. We blijven gefixeerd op een ISO van 100. Mijn kitlens stond op 18 mm, wat de kleinste is. Met andere woorden, hij had tot 3,5 kunnen gaan van diafragma. Ja, dat is het minimum wat we kunnen hebben. Hij stelt op 20 in. Goed, hier zie je dat waarschijnlijk ik het autootje iets minder rap getrokken heb. Zodanig dat er een iets meer scherpte is, maar je voelt nog duidelijk de beweging. Gaan we een stap verder, dan zit ik nu op 1600ste van een seconde. We hebben nog altijd een ISO 100. Nu, op deze moment komt er veel minder licht binnen. Dus onze diafragma wordt op 3,5 gezet. Gaat dus drastisch naar beneden om een groter diafragma te hebben. Omdat er meer licht op dezelfde moment, alleen voor een korte tijd, zou kunnen binnenvallen. Goed, we gaan verder en dan heb ik mezelf genomen. Je ziet dat mijn armen wazig zijn. Ik ben nu gegaan op 1/60ste van een seconde. We zitten nog altijd op ISO 100. Gaan we een beetje verder voor te zien wat de beweging is. Als ik hier spring, dan zien we ik ben nu op 1/30ste. Dus we gaan een grotere sluitertijd nemen. Dan zie je eigenlijk dat alles wazig is. Je zou maar alleen je armen of één been mogen bewegen, want zelfs mijn gezicht is niet herkenbaar. Dus dit is echt wel voor iets dat je gewoon de beweging wilt vastleggen, maar geen scherpte in niks mee wil hebben. Je wilt alleen eigenlijk, laten we zeggen, een bewegende schaduw hebben. Gaan we een stap verder, dan zie je, ik ben op 1/13, dus ik ben nog... ik heb de sluitertijd nog langer gezet. 1/13 van een seconde. Als je dat ziet, zie je eigenlijk bijna dat mijn benen onzichtbaar zijn. Hier zijn we meer aan het werken met de mensen van The Walking Dead. Of je kan gaan zien als je hier met een geest wil gaan werken. Ja, dan is dit het ideale momentum om zo'n foto erbij te nemen. Hè. Dan gaan we nu een keer de sluitertijd gaan boosten. We gaan naar 1/320ste van een seconde. Dan zie je nog steeds dat mijn benen wazig zijn van de sprong. Maar het gezicht is toch al duidelijker zichtbaar. Dus daar komt toch al een zekere scherpte. Als je echt op het nulpunt pakt waar ik eigenlijk bijna niet meer in beweging ben. Als we eens verder gaan en we gaan het opdrijven naar 1/800ste, dan kom ik dat alles bijna scherp is. Ik denk, ja, zo goed als. Alleen mijn schoen, die is nog niet volledig scherp, dus we gaan nog eens een beetje hoger trekken. Zo, en nu zijn we op 1/2000ste van een seconde. Op 1/2000ste van een seconde is het volledige beeld eigenlijk bevroren. Dus je ziet echt wel, alles is scherp gesteld en er zijn geen wazige delen niet meer. Dus als je een motorsport-event aan het doen bent en je wilt scherpe beelden of de wielersport, de sprint, nu dan moet je toch echt wel zeker 1/2000ste of hoger gaan. Afhankelijk van 1, wat de kwaliteit van je lens is, hoe ver dat je kan gaan in het diafragma. 2, welk buitenlicht dat er natuurlijk ook is. En 3, ja, de snelheid waarmee dat het object beweegt. Hè. Hoe sneller het object beweegt, hoe hoger je sluitertijd moet zijn als je het momentum wilt bevriezen.
Gaan we nog eens verder gaan boosten de shutter speed of de sluitertijd. Dan ga ik naar 1/2500ste hier. En nu zie je dat mijn foto helemaal onderbelicht wordt. Waarom? Ja, ik ben hier op een... mijn lens staat op 25 mm. En ik zou eigenlijk veel meer licht moeten binnenkrijgen op 1/2500ste van een seconde. Maar dat lukt mij niet, omdat mijn diafragma maar maximaal een f-getal 4 heeft nu. Dus eigenlijk zou ik nu een lens moeten hebben van een betere kwaliteit die toelaat om een lager f-getal te genereren, waardoor dat er meer, meer opening is of het diafragma groter is, waardoor dat er meer licht binnenvalt op die 1/2500ste van een seconde. Nu, dat kunnen we gaan compenseren door exposure compensation, maar dat gaan we laten zien of we daar een oplossing kunnen aangeven daardoor. Nu, deze zijn mijn oefenbeelden van waar ik op getest heb. Dan ben ik eens naar een andere achtergrond gaan zien en hebben we hetzelfde eens geprobeerd. Ook een sprong genomen voor een muurschildering. Op 1/125ste, het is wel zeer zonnig op dat moment. Dus ik zit op de 35 mm van mijn lens en hij geeft even een diafragma van 5. Dus ik werk dus terug op de priority van... Oh, kijk eens aan. Ik heb hier niet op shutter speed gewerkt, maar ik heb hier op de priority gewerkt van het diafragma. Eigenlijk is hier een foto die je dat niet in deze rijtje thuis hoort. We gaan eens kijken. Hier komen we met de shutter speed. Dus wij hebben zelf bepaald wat de sluitertijd is. 1/800ste. Op 1/800ste van een seconde gaat eigenlijk onze body berekenen dat we naar een 4 gaan van een f4. En eens kijken, ik sta op dat moment op 21 mm van mijn lens. Dus betrekkelijk van voor 18 tot 55 mm. Je ziet dat op 1/800ste zo goed als die testfoto dat we initieel hadden, dat bijna alles scherp staat. Mijn schoenen misschien een klein beetje mee. Hier is het belangrijk dat je scherp stelt echt op het gezicht waar dit gaat komen. En dan gaan we nog eens verder kijken of ik er nog een heb. Zo, hier zie je bijvoorbeeld, hier ga ik op 1/1600ste. Je ziet dat ik op dat ondertussen de body reageert en zegt ik ga op een aperture of een diafragma van 3.5 staan. 3.5 wat eigenlijk het laagste getal is dat mijn kitlens aan kan. De foto is ook al iets donkerder ten opzichte van de vorige. Dus je ziet het is moeilijker om alle licht binnen te krijgen op de sensor. En hier op de zijkant zie je nog een witte vlek eigenlijk omdat de zon net van naast het gebouw begint te komen. Dus het worden moeilijke omstandigheden om te trekken. En we hebben nog een laatste. Kijk, je ziet de zon is echt aan het inkomen. Dus hier hebben we eigenlijk een overbelichting nu. Ik ga op 1/1600ste. Bij de vorige zat ik ook op 1/1600ste. Maar je ziet dat we tegenlicht hebben. Gaat eigenlijk, ook al is de scherpte hier goed, hier is de achtergrond dan een deel minder. Maar al bij al, zo heb je wel gezien dat we van een wazige foto, laten we zeggen van hier maar op 1/30ste zitten, dat we naar een foto van 1/2000ste helemaal dezelfde bewegingsscherp hebben met alle tussenstappen van dien die er zijn om eigenlijk onze prioriteit te leggen op de sluitertijd. Dus dat is het tweede fragment van de belichtingsdriehoek. We hebben 1 het diafragma, 2 de sluitertijd. Die twee staan in een relatie. Het derde deel van de belichtingsdriehoek is eigenlijk de ISO-waarde. De ISO-waarde en deze gaan we bespreken in een volgend filmpje. En dan hebben we de volledige belichtingsdriehoek compleet. Goed, ik vond het fijn dat jullie tot het einde geluisterd hebben en gekeken hebben. Ik hoop dat je er iets aan had. Voor mij was het zeer leerrijk om deze stap te nemen, opnieuw een stapje verder in een fotograaf te worden die niet alleen zijn toestel gebruikt op automatische modus,
maar die zijn toestel gebruikt op ingestelde modus, momenteel alleen diafragma of alleen sluitertijd, maar we gaan verder tot als we de volledige manuele modus onder de knie hebben. Dus blijf me zeker volgen en bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Dag.